Nog even over de opkomst van de rijken en van ook van de antichrist en van de antichristelijke dictator. We zeiden al, de goddeloze infrastructuur is nodig voordat de antichrist op het toneel kan verschijnen. Het is precies hetzelfde als met Rusland of met een andere macht. Je moet eerst sterk genoeg zijn, je moet eerst genoeg wapens hebben om in actie te kunnen komen. Als je niet genoeg wapens hebt, doe je niks. Als je niet sterk genoeg bent, doe je het niet. Dat doe je ook in het klein, maar het gebeurt ook in het groot. Maar het is eigenlijk frappant dat zoveel mensen blind zijn voor die infrastructuur, voor die tekenen die plaatsvinden op deze aarde. Ik kan eigenlijk persoonlijk er heel moeilijk bij dat kerken, we gaan eerst maar even naar onze eigen broeders en zusters, dat kerken en gemeenten zo blind en doof zijn dat ze het niet hebben over het profetische woord. Dat vind ik onvoorstelbaar. Terwijl er zoveel gebeurt in deze wereld. En ik wil u een paar voorbeelden noemen. Als je alleen al kijkt naar Israël, wat daarmee aan de hand is en wat daarmee is gebeurd. En hoe Israël te midden van de islamitische volken staat. En natuurlijk zijn ze nog in hun natuurlijke staat. God gaat het verandering inbrengen. Dat doet God. Het moet Gods werk zijn, niet ons werk. Gods werk. Het gaat gebeuren. Dan begrijp je niet dat ze niet tot inkeer zijn gekomen. Dat er niet gepreekt wordt ook over Israël in Gods heilsplan. Onbegrijpelijk. Als je kijkt wat er is aan de hand is in Europa. Die gekunstelde eenheid, de voeten van het beeld. Het ijzer en de klei. En je gaat daar nooit over nadenken. En je zegt daar niks over. En je gaat het alleen maar vergeestelijken. Dan denk ik wel, waar ben je mee bezig? Hoe kun je zo het woord van God toch uitleggen? Als je kijkt naar de globalisering. Als je kijkt naar de ontwikkelingen die er plaatsvindt. Van micro naar macro. Alles moet globaal. Kreten die worden geuit door presidenten en regeringsleiders. We moeten naar één regering, naar één leider. Zelfs de paus zegt het. En er wordt niet over gesproken, er wordt niet over gerept, er wordt niets over gezegd. Met kabbelt maar wat voort, enzovoort, enzovoort. Afval, daar hebben we het 2 keer over gehad. De afval. De afval is eigenlijk de afval van het woord van God. Dat is heel ernstig. Het gebeurt voor onze ogen. Dat het woord van God niet meer mag klinken in kerken en gemeenten. Onvoorstelbaar. Moet u voorstellen. De kerk en gemeente van Jezus Christus. Die alles aan hem heeft te danken. Van wie gesproken wordt in de Bijbel. Dat men de Bijbel niet meer opent. Dat is toch niet te begrijpen. Dat is de afval. Dat is de blindheid. Dat is de doofheid. En God gaat ze oordelen. Dat gaat gebeuren. Dat je niet meer mag prediken in kerken en gemeenten omdat je het hebt over de Heer Jezus. Nou jongen, ik kom maar niet meer. We praten liever over de zon en de maan en de bloemetjes en de bijen en de vlinders. Onvoorstelbaar. We zien het voor onze ogen. Het gaat gebeuren. Zelfs in evangelische gemeenten. Onvoorstelbaar. En dan zie je ook de goddeloze eenwording. Want het een moet gebeuren en het ander vindt plaats. Achter de coulissen zijn er evangelische leiders. Zijn er protestantse leiders die huilen met de paus. Die zoeken contact met de moeder van alle kerken. Nou, geen moeder van alle kerken. Wat zij gebaard heeft is niet best. Maar men zoekt die verbinding. Men zoekt die verbinding. Eendracht maakt macht. Dat is de bedoeling. Omdat men de schrift niet meer kent. Het is een valse eenheid.
Nou, we zien, ik heb het al gezegd, de enorme technische ontwikkeling. Die gaat in een enorm versneld tempo. Ontzettend. Een enorme technische ontwikkeling op alle gebieden. Die ook gebruikt worden voor militaire doeleinden, dat weten we. Maar ook voor de mens. Voor de controle. Dat gaat gebeuren. De controle. Het gaat allemaal wereldwijd plaatsvinden. De globalisering van de economie, van we zien de wereldwijde marktwerking. Alles zit aan elkaar vast. Er valt daar één dominosteen in Australië en die valt ook in Nederland. Hoe is het mogelijk? Alles zit aan elkaar vast. Alles. Dat wordt van bovenaf geregisseerd. We zien de eenheid van de volkeren, tenminste van de meeste, niet van alle volkeren. Er zijn altijd buitenbeentjes. Want tot het einde toe zal er oorlog blijven. Maar al die dingen die plaatsvinden, veiligheid, controle. We hebben het gemerkt de laatste 2 jaar. Zelfs ook hier in onze eigen kerk ziet men het niet. Onvoorstelbaar. God wil ons de ogen openen. En onze oren. Dat we zien wat zogenaamde veiligheid is. Dat het controle is. Dat het macht is. Dat het de mens angst aan wil jagen. Dat is de bedoeling. Open onze ogen alsjeblieft. Bid ervoor, net zoals met Elisa. Open zijn ogen, heren. Want zij die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hun zijn. Dan moeten we voor bidden. Open hun ogen, heren, dat ze het zien. We zitten midden in de eindtijd. We zitten vlak voor de opname. Zien we het dan niet? Maken we ons niet klaar? Dan zijn we ziende blind en horende doof. Daarvoor zijn deze Bijbelstudies. Daarvoor komen we samen. Om mensen ook op te roepen, op te wekken om zich klaar te maken. En kerken en gemeenten, luister naar het woord van God.